Welkom bij een nieuwe aflevering van Boksel Natuurlijk. En nou gaan we wel zeggen waar we zijn, want we zijn... Op Barnesveld. En ja. We gaan weer een keer terugkomen op Barnesveld. Of we zijn weer terug op Barnesveld. Ja. Vanwege het feit dat ik iets ga vertellen over mijn uitkijktoren. Ja. En we gaan op een plekje staan waar ooit misschien een warande is geweest. Dus we gaan twee nieuwe dingetjes toelichten in dit verhaal. Ja, nou kom. Kom maar, dan mag jij even horen. Ja, dank. We staan op Barnesveld en we zijn hier al ooit geweest voor een eerdere aflevering. Klopt. Maar kun je mij nog een heel klein beetje van de geschiedenis vertellen? Want ja, het is vroeg, dus even bijpraten. Ja, het is koud. En het is koud. Maar het is een heel mooie geschiedenis, Barnesveld. Eigenlijk een afkorting van een veld aan de Baan des Heren. En vanaf 1927, en dan kun je zien, want vooraan zat een boerderij. Ja. Toen is het ontgonnen en toen hebben ze dus zeg maar een grootschalig landbouwgebied van gemaakt. De regionale vuilnisbelt van Boksel was hier aanwezig. Ja. Vanaf 1996 heeft Natuurmens het gekocht. Ja. Is er toen een zeg maar, besluit genomen om een verbinding te maken tussen Campina aan de ene zijde, via Barnesveld naar de Mortelen aan de andere zijde. De kroeg bij Kasteren, die in het Groene Woud ontstond. Het Nationaal Landschap, het Groene Woud. Dat hebben wij toen gedaan. Heel Barnesveld, 40 tot 50 centimeter landbouw voor, helemaal afgegraven. Dan gelijk deze plantjes terug. Moerassenwolfsklauw, teerguichelheil. Oftewel, dus ontstond een heel mooi stuk natuurgebied. Een jaar geleden was er een grote crowdfundingsactie voor jou. Om jou een nieuwe toren te geven als afscheidscadeau, omdat je met pensioen ging. Ja, klopt. Wij staan nu bij de oude. Ja, klopt. Die is ook echt... Jij zei, we gaan er niet op staan. Levensgevaarlijk, je zat er zo doorheen. Ja. Dus hoeveel geld is er opgegaan met die actie? Nou, dat is heel leuk. Mijn target was 30.000 en we hebben 40.000 gehaald. Dus dat is hartstikke leuk. Okay. Dus die 40.000 ligt klaar om daar die uitkijktoren. De Tour de France komt daar dan staan. Ja. De Tour de France. Mm-hmm. En wat dan heel leuk is, er komt ook een wandelpad langs en een fietspad. Dat is ook de bedoeling dat meteen mensen vanaf de parkeerplaats ook daar naartoe kunnen wandelen. Okay. En dan op, dat zeg ik altijd, kunnen ze over mij heen lopen. De Frans kunnen ze overheen lopen. Nou, het is gewoon gaaf dat hij hier komt te staan, want Barnesveld is een recent ontwikkeld gebied. Ja. Hier was een oude vuilnishoop. We hebben daar in 2004 die uitkijktoren neergezet, dus het is mooi om die te vervangen. En ik wilde die uitkijktoren, dat cadeautje wat ik kreeg, wilde ik niet op de Campina hebben, want ja, dat vond ik echt te veel. Zeg maar horizonvervuiling. Ja. En ik heb de tekening al, want de welstandscommissie heeft hem goedgekeurd. Kijk eens hoe mooi dat die toren is. Oh. Gaaf, hè? Hoog ook? Nou, ja, 10 meter. Ja. Dus we kunnen echt lekker mooi boven alles hier uitkijken. Nou, dat is gewoon genieten. Dus dan ben je echt op het drielandenpunt van het Groene Woud. Hè? Ja. Want dit is precies waar wij nu staan. Het is precies het midden. Hè? Precies het drielandenpunt van het Groene Woud. Dus we hebben een nieuwe hotspot, nieuwe attractie erbij. Ja, precies. Voor de Bokselaren, Oorschottenaren en Oosterwijkers. Ja. Want het is mooi het punt ook voor deze drie gemeenten. Kijk aan. Beleef Boksel. Precies. Beleef Boksel. Nou, we staan weer op drielandenpunt. Dat klopt. Zo noem ik het dan even. Precies het midden van het Groene Woud. Absoluut. Maar nou liepen we rond. En eigenlijk is het ook een soort van drie seizoenenpunt. Want je hebt die eik hier achter ons. Die staat helemaal in bloei, zeg je dat zo bij bomen? Ja, die heeft nog blad. Oké, die heeft nog blad. Daar staat een berk. Oh, een berk, sorry. Ja, een berk, ja. Een mooie gele blaadjes. Die is al helemaal in de herfstmodus. Ja. En dan daarachter staat een lindenboom. Een lindenboom en die is al helemaal winterklaar. Er zit geen blad precies. meer aan. Er zit geen blad meer aan. Dus, maar hoe kan dat dan? Nou, dat komt omdat de eik een langzamere sapstroom heeft. Die kan nog langer zeg maar, gebruik maken van de zon. Want wat doen bomen? Die blaadjes die verdampen eigenlijk water. Ja. En dat willen de bomen niet, want het is een kortere daglichtlengte. Ja. Dat betekent dat er minder
energie gemaakt kan worden. En als je dan alleen maar water afstoot, dan verbranden de bomen. Dus wat doen ze dan? Dan stoten ze hun blaadjes af. Okay. Dat betekent dat ze eerst de chlorofielkorrels terugtrekken. Oftewel de levenskorrels, de groene korrels. Die hebben een groene kleur. Ja. Die gaan terug in de stam en de takken en de wortels. Ja. En dan blijven de andere kleuren over en dan vallen de blaadjes af. En dat zie je met die bomen. De berk die al de blaadjes zeg maar geel heeft, die vallen er bijna af. En bij de lindenboom zijn ze allemaal weg. Oké, maar en wanneer worden ze dan rood? Waarom worden ze rood en de ene keer geel? Dat komt omdat bepaalde bomen bepaalde stoffen meer hebben dan andere bomen. Bijvoorbeeld onze eik heeft niet zoveel rood in zich zitten. Maar dat heeft de Amerikaanse eik bijvoorbeeld weer wel. Oh. En de berk heeft ook geen rood, maar die heeft dan weer wat geel in zich zitten. Wat een overtreffende kleur is. Oké. Ja. Leuk, hè? Mooi, ja. Het is gewoon, we krijgen 3 voor de prijs van 1. Ja, precies. Hier was de warande waar we het in het begin over hadden. Ja, waarschijnlijk was hier dus ooit een warande geweest en hebben we alleen maar ontdekt doordat we met een vliegtuigje over het banenveld zijn gaan vliegen. Ja. En wat is nou een warande? Een warande is eigenlijk 2 aaneengesloten sterrenbossen. Ja. En een sterrenbos, dat is eigenlijk, op velden ligt een hele mooie. Ja. Dat is eigenlijk een middelpunt waar allemaal stralen van wegen zijn. Ja. Die op dat middelpunt ook uitkomen. En als er 2 tegen elkaar liggen, dan noemen ze dat een warande. Maar van wie hier geweest is, dat weten wij niet. Maar ik heb wel ook nog een kaart gevonden. Via zeg maar Bokkelsheemkundevereniging. Dus we weten nu 100% zeker dat hier ooit een warande heeft gelegen. Maar wie de eigenaar was? Maar wel bewust echt zo gemaakt. 2 van die bewust sterrenpunten. Bewust zo gemaakt. Ja, bewust zo gemaakt als onderdeel van de jacht. Het hoorde bij de jacht. Ja, ja. Zo had je gewoon 18 lanen waar je uit kon kiezen. Want een sterrenbos, en voor de duidelijkheid, is een middelpunt. En dan heb je 9... Of 7. 9 of 7. Dus okay. Dan wisselde heel sterk 9 of 7. Maar die volgende punt ligt weer net verder. Hè? Dus die zit er niet aan ingesloten. Nee, oké. Okay. Ja. Ja, dus dat is heel grappig. Grappig. Ja. Echt een hele mooie wandeling, ondanks dat het weer zo vroeg was. Heel erg koud. Maar we hebben mooi het witte gezien van de vorst, hè? Nou ja, we hebben de natuur zien smelten, hè? Ja, precies. Ja. Oh, nu overal... Ja, leuke druppel nu overal, hè? Ja. Dat is een prachtig gebied. Maar aanrader voor iedereen om hier te gaan kijken op Banesveld, ja, als absoluut. Het zo, zo koud is. Ja, precies. En we zijn bij jouw toren geweest. Ja, en ben ik eigenlijk helemaal vergeten te vragen wanneer... Is die klaar? Maar we denken eind 2017 of 2018, dan is die klaar. Oké, okay, dat is bovenop. Al heel snel. Ja, dat is al snel, ja. Nou, dan gaan wij dat natuurlijk vastleggen. Hè? Ja, dan wordt het primeur voor Boksel natuurlijk, dat snap ik ook wel. Ja, dat gaan we zeker doen. Eindigen we gewoon met een primeur, want we zitten... Ja, het is erop. Ja. Het is erop, het zit erop. Het zit erop. Voor nu bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende keer. Flashback.